Ik ben Esra Degmensi. Mijn titel gaat over paardrijden. Paardrijden in Turkije. Via een trap, op zijn rug, door het bos, naar de top. Van de trap, paardrijden is niet moeilijk. Pauze, laat zakken, weer op de grond. Terug, hoe kom je op een paard? Zonder trap, proberen, mislukt, nog een keer. Iedereen, lachen, ik niet. Stoel gevonden, gelukt. De berg af, schuin naar beneden. Eng, griezelig, paardrijden is heel moeilijk. Mijn tweede gedicht gaat over witte rijst. Witte rijst smaakt nergens naar. Maar een prutje kan niet zonder witte rijst.